Hallo allemaal en super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe YouTube video hier op mijn YouTube kanaal. Vandaag gaan we echt iets super spannends doen, jongens. Kijk wat ik hier heb. Dit zijn Gloopy Ghouls. Ik moest even kijken hoe het ook alweer heette, maar Gloopy Ghouls. Ik heb super veel zin om dit te unboxen. Ik hoop jullie ook. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Laten we gaan voor 205 duimpjes omhoog. Laten we beginnen. Zoals je kan zien heb ik twee varianten. Ik heb hier eentje met spinnetjes en hier eentje met unicorns. Ze zien er zo leuk uit. Nou, die spinnetjes vind ik een beetje eng hoor. Die unicorn vind ik enig. En wat zit er in de kit? Oeh, oh, wauw. Er zit echt super veel in, jongens. En dit zijn de spinnetjes. Oeh, dit is echt zo eng. Dan denk ik hetzelfde in de unicorns. Nou, let's see. Ja, hetzelfde. En hier zitten dan de leuke. Oeh, unicorns. Oké, lieve allemaal. We hebben echt onwijs veel te doen. Dus laten we maar gauw gaan beginnen. Wat moeten we doen? Laat ik eerst even lezen, jongens. Wat zit er allemaal in? We hebben de lijm. We hebben een mixschaaltje. We hebben van dat zand spul. Ik weet niet wat het is. Het lijkt wel een soort zand. Nou, en dan die enge spinnetjes. Oh, hier hebben we een... Oh, we hebben... Het is toch verschrikkelijk. Ik laat die hele camera weer vallen. Doet hij het nog? Ja, er zit een hele barst in dat schermpje, maar dat had ik al. Doe 30 ml doorzichtige lijm in de kom. 30 ml... Oh, dan moet ik ook nog gaan rekenen, want er staat op 12,5. Oh, alles valt, alles valt. Oeh, er zit hier ook trouwens een spin. Oh, er zitten ook allemaal spinnen onder de tafel. Die kan ik ook in dat spul lekker doen. Dan voelen ze zich thuis met die andere spinnetjes. 15 ml staat gelijk aan 2 keer is 30 ml. 15 keer 2 is, ja, is 30. Oh, het zit ook helemaal goed vastgemaakt, joh. Nou, het ruikt eigenlijk helemaal nergens naar. Dus dat is ook wel eigenlijk heel grappig. Tot en met aan het 15 ml streepje. En dat doe je daarin. En dat doe je dan nog een keertje. Oh mijn hemel, wat is dit moeilijk. Zo, erbij, huppatee. Dan gaan we door naar de volgende stap. En dan doen we eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Kijk, en dan doe je dit zo. 1. En 2. En dit moet je dan 3 tot 4 minuten aanroeren. Oh, wat een werk. Oh, het wordt wel helemaal hard, joh. Het wordt echt al een super hard spul, hoor. Nu is het heel hard geworden. Het is echt wel een soort jelly. Dus nu moet je het dan pakken met je handen, zeggen ze. Zo. En dan moet je het gaan kneden. Moet je het gaan kneden. Dus je moet ook echt je handen gebruiken. Dat is wel echt super naar. Het is super plakkerig en sticky. Nou, ik vind het echt wel heel onprettig. Ik pak even alles erbij. Dit is zo vies. Gretchie Derry, dit is echt heel vies. Nou, dan moet je het een half uurtje laten rusten. Dus we doen het nu nog een keertje, ladies and gentlemen. We doen het nu nog een keer. En dan voor die ander. Dus we doen weer hetzelfde principe. Hup, en die doe je erbij. En dan nog een beetje zo, hup. Weer roeren. Nou. En dan komt dat hele slijm, dat komt helemaal tot leven. Dat krijgt helemaal een leven. Kijk, het wordt al heel goed. Oh, ja joh. Misschien nog wel beter dan die eerste. Zo, dit is snel gegaan. Bij die andere zat ik nog wel even te roeren. Nou, deze is echt wel gewoon hard en sticky. Ja, dit is wat ik moet hebben. Die andere is helemaal niet goed gelukt, joh. Dit heeft een hele andere kwaliteit. Dit is veel meer... Snap je wat ik bedoel? Nou, en dan gaan we maar 30 minuten chillen. En we zijn weer terug. Oh, wauw. We moeten nu het zand en de dingetjes bij elkaar mengen. Oh, hemel. Hoe gaat dit lukken? Beetje zand, zo, zand. Hier, dan pakken we de spinnetjes. Ze zijn zo eng. Ik vind ze echt... Echt een hel. En dan doen we gelijk ook, jongens, de unicorns erbij. De unicorns. Gaan we het kneden. Oh, eeuw.
Eeuw, maar jongens, kijk wat je dan krijgt. Zo ziet het er dan uit, dames en heren. Dus dan gaan we het lekker kneden. Eeuw, dit is zo ranzig, dames en heren. Hier hebben we de unicorn, ladies and gentlemen. Maar het moet je kijken. Ik vind het zo vies. Oké, dus dit is het, dames en heren. En je kan ze lekker plakken aan je hand. En je kan ze zo gooien. Nou, dat dacht ik, maar dat lukt niet echt. Laat me weten in de comments welke vinden jullie het lekkerst. Is het die met de spin of is het die met de unicorns? Nou, ik vind ze beide echt verschrikkelijk eigenlijk. Maar als ik moest kiezen, denk ik dan toch... Ja, dan vind ik die met die spinnetjes eigenlijk wel leuker. Misschien denken jullie nu dat de video klaar is, maar dat is niet helemaal waar. Want ik ga een XXL versie maken. En voor die XXL versie doen we gewoon alles, oep, erin. En dan heb ik nog een kom. Oh, dit is echt verschrikkelijk vies, hè? En dan doen we gewoon dit helemaal erin. Hup. Doet gewoon alles erin. Het is hartstikke makkelijk. Kijk, hup. En nu gaan we deze kom roeren. Ik heb natuurlijk niks afgemeten, dus ik hoop dat dit allemaal goed gaat. Pas snel, kom op, kom op. Wauw. Oh, dit is waanzinnig, dames en heren. Oeh. Wauw. Hij is super groot. Oké, dan. Ja. Gaan we het zand erbij doen. Oeh. Wow. Dit is zo super gaaf, dames en heren. Wauw, 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 wauw. Doe maar helemaal hoor, dat zand. Ik wil heel veel zand. Kom maar. Kom maar. Meer zand. Wow. Het staat hier helemaal zanderig gewoon. En, waar zijn mijn unicorns? Daar gaan de unicorns. Oh my, wat is dit leuk. Oh mijn god jongens, ik heb nu de XXL. En dan kunnen we deze eigenlijk er gewoon bij doen. Dan doen we deze erbij. Hup. En daar hebben we hem. Oh mijn god jongens, hoor. Is dit niet onwijs ASMR? Oké, lieve allemaal. Ik ga de video afsluiten. Ik hoop dat jullie hem super leuk vonden. Het is echt weer iets heel bijzonders, hè? Ik kende dit niet. Dit. Het heet... De Kloopie Koe. Nou, ik vind het zo bijzonder, maar ik vind het zo leuk. Oh my god. En het is super lekker slijm. Dus hier ga ik nog even mee spelen. Bedankt allemaal voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Tot volgende week woensdag. Dan zijn we er gewoon weer met een nieuwe video. Dag! Oh, lekker zeg, dit. Oeh.